Tim, wat zijn die nou voor kut aankopen? Sorry dat ik het zeg hoor. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Hoi mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Tim en Stijn voorspellen. Hopelijk gaat het goed met jullie allemaal. We vinden het altijd leuk dat jullie weer kijken. Samen en ik hebben er super veel zin in. Wij hebben afgelopen week opgenomen met Frank van der Lende. Dat was me ook weer een feest, hè? Hey, of met Gijs Groenteman. Jij was daar trouwens niet. Nee, ik zat in Kopenhagen. En jij hebt dezelfde trui aan. Ik ga naar Kopenhagen. En jij hebt dezelfde trui aan als vorige week of volgende week? 6. Precies. De tijdlijn lopen te veel door elkaar. Ik weet niet meer waar ik ben. Het is een beetje Tenet is dit, hè? Een beetje Hermione Griffel. Misschien even van die hoedjes op, weet je wel? Van die Adjustment Bureau. Oh ja. Waardoor die deuren kunnen. En dan maar wij hebben dan toepet. Van die toepetjes. Maar zet zo'n vleespet op, zo. En dan zo die deuren. Hey. Oké, Snijboom. Ja, focus. Focus, focus, focus. Wat is het verhaal van het voetbal eigenlijk al een tijdje? En gaat het ook nog wat de komende jaren blijven? Newcastle United. Ja. En ik ben heel benieuwd of dat dus weer zo een beetje zo'n stille dood gaat sterven. Of dat het... Zulke dingen mag je niet zeggen als Saoedische leiding is. Oké, sorry. Niks over dood. Knip hem uit. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden met die Saoedische eigenaar ook. Het lijkt erop dat ze gewoon eigenlijk... Ze worden Manchester City en Paris Saint-Germain on steroids. Ja, dus ja, precies. Met een ongelooflijk rijke eigenaar. Met een soort wil om de top te bestormen als nooit tevoren. Zouden die fans daar ook wat van merken? Dus gaan bijvoorbeeld, worden die stoeltjes echt heel nice bijvoorbeeld? En krijgen ze allemaal verwarming en dekentjes? Ik hoop dus vooral... Ik vind het heel irritant dat dit gebeurt. Dus ik hoop vooral heel erg dat bijvoorbeeld de clubnaam gaat veranderen. En zo, dat mensen echt woedend worden. Ja. Dat gun ik die club nu gewoon. En wat is hun grote concurrent? Sunderland. Ja, dan wordt het gewoon Sunderland United. Ja. Dat zou vet zijn. En dan in de rood-wit spelen. En dan degraderen en zo, net als Sunderland. Tim, wat heb ik gedaan? Ik heb een speler gekocht. Nou ja, ik heb eigenlijk ervoor gezorgd dat Newcastle 1 miljard heeft gekregen. Dan doe je nog bescheiden. Ja, nee, ik heb gelezen dat die man 300 miljard heeft of zo. Ja, zeker. Maar iedereen doet wel alsof hij dat allemaal... Hij moet ook een land runnen, hè? Dus hij moet ook nog boodschappen kunnen. Ja, dus hij kan dat niet allemaal aan een linksback uitgeven. Hij moet 299 miljard om naar de Saoedische Spar te kunnen. Ja, dat is waar. Dat is echt zo'n campingwinkel, die is heel duur, weet je wel? Ja, zeker. Dat gaat echt 4 keer over de kop. Ja, en je moet het, want je hebt het nodig, dus je moet het kopen. We gaan naar 2026. Ik wil van jou weten, is Newcastle tegen die tijd een keer kampioen geworden? Nee. Hebben ze een prijs gepakt? Ja. De FA Cup. Okay. Ik zat al te wachten. Nee, de FA Cup. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk dat het best wel een blamage gaat worden. En de Europa League. Ja? Ja. Oké, vind ik twee prijzen. Ik denk... Weet je het al? Nee. Oké. Okay. Ik denk dat ze ongelooflijk domme aankopen hebben gedaan, vooral. Ja? Ja. Noem eens een naam. Ik noem ook een naam. Oké. Okay. Ik denk dat ze ergens Calvin Stanks hebben gehaald. Ja? Ik denk dat ze Fred van Manchester United hebben gehaald. Nee, dat is echt wel een hele domme aankoop. Ah. Ja, dat is de domste aankoop die er is, denk ik. Ja. Oké. Okay. Wij gaan even voor jullie in de toekomst kijken hoe Newcastle het gaat doen met de miljarden op de bank. Wat zou de eerste speler zijn die jij zou halen? Als je Newcastle was. Nu Ousmane Dembele, omdat hij niet wil bijtekenen. En dat is wel echt een soort van zo'n Robinho aankoop. Ja, City die leuk. Echt een goede start. Ja, vet. En ik zou ook gewoon een soort van proberen Mbappé te halen met zijn aflopende contract. Ja. Zodat andere mensen denken dat je in dat rijtje hoort. Ja, precies. Gewoon puur, ja, precies. En als ze dan per ongeluk zeggen, accepteer, dan baal je best wel, want je kan nooit betalen. Oh ja, ze kunnen wel betalen. Tim, ik heb hier de eindstanden van Newcastle in de Premier League. Ja. Maar eerst wil ik even aan jou laten zien wie de manager is van Newcastle momenteel. Dat is namelijk Philip Cocu. Ja. Ze zijn schat hemelse rijk. Ja. Wat is er met die stand serieus? Wat de fuck is er met die stand gebeurd? Ze zijn gedegradeerd een keer. Na het eerste seizoen. Mm. Toen zijn ze wel weer gelijk gepromoveerd. Ja. En vervolgens zijn ze 16e, 15e. Wat een gelul! En 15e geworden. Wat een gelul! Wil je even de transfers erbij gaan? Ja, dat is zeker. Eigenlijk wat wij het leukste vinden, natuurlijk. Ja. Wie haal je als je 1 miljard hebt? Dus we gaan de transfers bekijken vanaf het eerste jaar. Niet kijken. Eerste seizoen: Jesse Lingard. Maar dat vind ik dus wel een leuke aankoop, jij niet? Kenneth Omeroo. Die kennen we nog van ADO Den Haag. Ja. Jezus, ze hebben wel veel, zeg maar. Eddie en Ketia gehuurd. Dit is nog Karavajev, is een leuke back. Maar dit is nog niet... Dit zijn nog niet de grote namen waar je op hoopt. Hè? Nee, maar het wel al meer dan 100 miljoen uitgegeven. Ja, maar het zijn er wel veel, hè? En inkomsten 1,18 miljard. Leuk. Ja, ze hebben in het eerste jaar Sam Maxima verkocht. En Lingard ook alweer.
Ja, want gedegradeerd. Nee, ze waren gedegradeerd, weet je nog. Oh ja. Dus ze begonnen vol goede moed. Ja. Toen was het klaar. Ongelooflijk, ze zijn gewoon gedegradeerd. Maar oké, dus nu zitten ze in de championship, ja, dit dus, jaar. Ja, het volgende. Ja? Ja? Dus ja? Dit jaar, dit is championship. Ja? 144 miljoen uitgegeven. Ja? McNair, jezus, wat een hel zeg. Jeetje, 40 miljoen aan Paddy McNair. Wel, als ik dit zo zie, allemaal jonge Engelsen. Ja, er was destijds een jonge Engelsman. Nee, dit is... Dat was destijds een jonge Engelsman. Wel een idee achter. Ja, maar ja, je wordt... Snijman, je kan niks meer. Als je, nee. Ik bedoel, je wordt... Maar dit is echt, als ik zie wat voor namen dit zijn, is dit wel 144 miljoen gewoon weggooien, toch? Zo, die is wel goed. Ja, maar ja, weet je hoe traag die is? Ja, oké. Ja, dit is wel een goede verdediger. Ja, Tim, als ik je 144 miljoen... Stel, 144 miljoen, hè? Hypothetisch. Ja. Dan haal jij toch betere spelers dan dit? Ja, dat weet ik wel zeker. Dit slaat helemaal nergens op. Oké, maar nu promoveren ze dus weer. Ja, dus dan halen ze Fretch. Oh, Tabouni, jij zei Stengs. Oh, maar ook weer 131 miljoen uitgegeven. Tabouni gehaald, dat is wel heel leuk. Dus dan kunnen we in de titel doen. Newcastle haalt deze Nederlander. Ja, maar met Tabouni word je ook... Ja, maar hij is wel fucking goed. Ja, maar je wordt met Tabouni toch geen kampioen in de Premier League? Nee, maar denk je dat als zij gepromoveerd zijn, dat ze dan ervan uitgaan dat ze meteen kampioen worden? 30 miljoen aan Cameron Carter-Vickers. En die is naar een Arsenal gegaan, dus die kan niet goed zijn. Tim, dit is ook weer 100. Bozeniek, daar is hij. Oh, ze hebben Bozeniek gehad. Oké, dan kan je alleen maar degraderen. Bozeniek naar Newcastle en naar Galatasaray is wel echt een leuk rijtje. Ja, zeker. Dit is verschrikkelijk, Tim. Maar ze hebben nu al bijna 300 miljoen uitgegeven. Ja, ik weet het, jongen. Je ziet ook al die mensen die ze kopen gaan allemaal weg. Oké, jaar erop. 240 miljoen. Ze hebben gegeven... Teten, Evjen, Jurien Timber. Ja, maar dat is dus wel een hele harde aankoop. Puxu, Jaden Braaf. Ze hebben Nederlandse scouts. Ja, holy shit, ouwe. 240 miljoen. Wat is dit voor... Laat mij eens even kijken. Wat is dit allemaal voor gelul, zeg. Maar ze halen serieus super veel Nederlanders. Ja. Timbers, geniale aankoop. Serieus. Ja, daar word je kampioen mee. Nee hoor. Nee. Echt een Nederlandse enclave hoor. Maarten van der Voort. Dat is die darter toch? Nou ja, Vincent. Maarten van der Voort. Jeetje. Oké, ze zitten nu dus al boven de 500 miljoen. Ja. En echt nog heel weinig spelers zien waar ik blij van word. Ja. Sambi Lokonga, leuk. Ja, omdat hij van Arsenal is. Ja, ja. Ja, dat is geen goede speler, maar hij is al van Arsenal. Weer 100 miljoen uitgegeven, Tim. Wie is Jonjo Kenny? Jonjo Kenny. Ken je die? Ah, Tim, wat zijn die nou voor kut aankopen? Sorry dat ik het zeg, hoor. Ja, maar... Maakt niet uit. Nou ja, we gaan maar gewoon verder. Laatste seizoen. Maar de weken. Nee, maar de weken gratis. Dat is wel een hele leuke aankoop. Renato Sanchez. Michael Ilunga. Mhm. Mijn hemel. Ja, die is die regens zijn ongelooflijk. Ja, dat is heel leuk. Renato Sanchez. 93 miljoen weer uitgegeven. Tim, dit is zo dramatisch. Ze hebben serieus al gewoon 3/4 van het miljard alweer uitgegeven ongeveer. Ja. En ze zijn dus 16e, 15e. Ja, het is om te fucking janken. Hè? Ja. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Ik ga nog even kijken of ze een prijs hebben gewonnen. Lijkt me niet. Nou, die Europa League. Of ze moeten die mensen hebben omgekocht. Nee hoor. Nee. Helemaal niks. Degradatie, promotie en kampioen. Voor de rest helemaal niks. Dus ook dit die Saoedi's hebben een grijze middenmotor gekocht. Tim, ja. We gaan concluderen. Ja. Welke taal spreek je in Saudi-Arabië? Behalve Arabisch? Spreek ze ook Engels daar? Vast wel. Er zijn vast wel mensen die Engels spreken. Want ik wilde... Er zijn vast ook mensen die Nederlands spreken. Dus doe het gewoon in Nederlands lekker. Ja, ik zal... eigenaar van Newcastle United. Ik zal... Meneer. Eigenaar Newcastle? Of meneer? Oh, meneer. Meneer. Zijn excellentie. Meneer zijn excellentie. Doe het niet. Stop ermee. Je hebt heel veel geld. Je hebt hartstikke veel geld. Die 299 miljard voor je boodschappen. Ja, die andere miljard gewoon erbij halen. Lekker boodschap blijven doen. Want daar word je denk ik gelukkiger van dan Newcastle United. Wat denk jij, Simon? Ja, ik... Dit als speeltje. Zeg maar, ze kopen het als speeltje. Maar dit is geen speeltje. Nee, een speeltje wat de hele tijd 16e wordt. Dus echt... Nee, een speeltje wat gewoon de hele tijd
super, het doet het niet. En je krijgt ook nog pijn in je vingers. Het is dus een bestuurbare auto waar geen batterijen in zitten. En de afstandsbediening is helemaal gemaakt van stekels gewoon. Ja. Dus niks eraan is leuk. En je ziet honderden miljoenen gewoon echt verdampen. Ja, of zijn leven daar is zo verschrikkelijk. Zijn we een technische directeur die Bosnik haalt voor 12,5 miljoen? Ja. Ik vind het serieus wel leuk dat ze wat Nederlands talent hebben gehaald. Ja, dat wel. De eerste die over de brug komt, Tabouni. Ja. 35 miljoen. Ja, Timber. Maar keer terug naar Engeland. Dat is geen Nederlander. Kukcu. Dat is ook geen Nederlander. Nee. Of wel? Ik weet niet of hij het dubbel paspoort heeft. Ik denk het wel. Ik denk het eigenlijk ook wel. Misschien zit ook niet de plek om dat te bespreken. We doen het ook nog later over. Ja, precies. Wat zij ook kunnen doen is abonneren. Jazeker. En ook dit liken. En vanaf volgende week doen we de nieuwe Full Manager. Ja, en we gaan nu dus wel echt weer, we pakken het weer helemaal op. Ja. Dus als mensen ook even dat belletje aanklikken, dan krijg je dus gewoon net een notificatie ook als er een nieuwe video is. Drie keer per dag krijg je dan zo'n belletje. Ja, dan belt Tim je. Drie keer per dag. Ja. Ja. Nou, dan was dat het. Zien we jullie volgende week weer met een nieuwe voetbalmanager. Hartstikke idee. Dag. Philip, stop even met die kutvragen alsjeblieft. Hè. Maarten, wil jij nou nog een abonnement voor de derde helft YouTube of hoe zit het? Ja, de laatste behoefte die ik heb.